let's turn this phone on into do not disturb. And now we're gonna start the Lucy app. Yeah, go ahead, sorry. Ik zit op wifi. Ik zit nu op 4G, dus het zou iets beter moeten zijn dan. Het is Griekenland, hè? Internet is niet altijd hiervan het. Oké, okay, so this is Greek internet and neither 4G or Wi-Fi was fast enough. They have this special app, it's called the Lucy app, so it's especially for broadcasting and didn't work the way it should. So they're gonna just do it by phone call. But I have to move towards the window because there the connection is better. Heartbeat has been like pumping a little bit. It's funny. It's national radio, so, and I love the radio. I used to listen to a lot of radio. Someone's enjoying the fact that I'm sitting here. De single van Pink Floyd, die kwam uit in 1967. En daarvoor Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Hij schreef het voor zijn toenmalige vriendin en tegenwoordige vrouw. Die trouwens ook te zien is in de videoclip. Dames en heren, over enkele ogenblikken landen wij op Athens International Airport. De lokale tijd is 16:35. De buitentemperatuur 13 graden. Hartelijk welkom in Griekenland. Ja, hoewel er momenteel geen vliegtuigen meer landen omdat het land in een volledige lockdown zit, reis ik vandaag toch af naar Griekenland. Het land dat bekend staat om zijn mooie stranden, eilanden, het eten en de rijke geschiedenis. Maar het is ook een land met de nodige problemen. Denk aan de economische crisis en overvolle vluchtelingenkampen. Hoe ziet het leven er in Griekenland uit? Pieter Jonkind woont er al 6 jaar en kan ons er alles over vertellen. Pieter, goedemiddag. Maarten Jonkind, ja. Goeiedag. Oh, hebben ze inderdaad verkeerd. Nou, Maarten, goedemiddag. Ja. Nou ja, goed, het dagelijks leven zal er net als hier anders uitzien dan normaal vanwege het coronavirus. Wat is momenteel de situatie bij jullie? Nou, eerlijk gezegd moet ik toegeven dat het momenteel best wel goed gaat hier. De Grieken die hebben redelijk vroeg hebben ze het hele geval aangepakt. Iets sneller dan Nederland, laat ik het zo zeggen. We waren ook eerder, hadden we eerder besmettingen. Dus vandaag en gisteren zijn eigenlijk de nummers aan besmettingen zijn weer heel erg gedaald. Ik geloof zelfs dat er gisteren geen besmettingen extra bijgekomen zijn. Ja, dus dat geeft weer hoop. Maar goed, dat kan het gevolg zijn van een volledige lockdown. Hoe ervaar jij dat, een volledige lockdown? Ja, ik persoonlijk heb er niet zo heel veel moeite mee. Het is op zich wel lekker, want we zijn met z'n drietjes hier thuis. Ik heb een zoon van 1,5, dus we kunnen samen volop ervan genieten. Het enige is dat je buiten vooral een beetje op moet passen met laat maar zeggen, de sociale toestanden buiten. Want Grieken zijn, laat maar zeggen, iets meer. Die komen iets graag dicht bij elkaar. Die geven ook iets sneller een knuffel of een kus dan een Nederlander over het algemeen. Dus je bent op je hoede, begrijp ik. Ik ben wel een beetje moe, ja. Zeker in een drukke stad. Zeer. En hoe zit het met de gezondheidszorg in Griekenland? Want het zorgsysteem, daar wordt een behoorlijk beroep op gedaan op dit moment natuurlijk. Ja, de ziekenhuizen. Ik bedoel, de doktoren die hier zijn, die zijn allemaal prima natuurlijk. Alleen de ziekenhuizen, daar is nog wel, daar kan het zeker al een likje verf overheen, laat ik het zo zeggen. En ook qua materiaal zijn ze allemaal, het is allemaal wat, het kan allemaal een stuk beter. Het is absoluut niet vergelijkbaar met Nederland. Nee, het tekort aan de IC's, hier was een angst voor een tekort aan IC's. Hoe zit dat in Griekenland? Ja, ik durf het niet heel zeker te zeggen, maar ik zag laatst nummers dat er niet zo heel veel verschil is eigenlijk in aantallen vergeleken met Nederland. Ik geloof dat hier per 100.000 inwoners 6 bedden minder zijn of zoiets. Maar dat spijk ik me niet op vast. Dus. Ja. Hoe ben jij in Griekenland terechtgekomen? Ja, door mijn ouders eigenlijk. Ja, vertel eens. Die zijn toen ik nog niet geboren was, zijn ze een keertje op vakantie geweest in Griekenland. Toen met de Eurorail zijn ze naar Griekenland afgereisd met een rugzak. Hebben ze hier in een heel mooi dorpje verbleven. En een paar jaar later met de kinderen nog een keertje wilden ze heen gaan. En ik heb hier heel veel vrienden destijds gemaakt. Toen was ik een jaar of 16, 17.
En ik moet zeggen dat beviel me zo goed dat ik het volgende jaar weer wilde komen en weer wilde komen. En zo begon het dus met de zomers, 2-3 weken soms hier in de buurt blijven rondhangen. En de taal werd me een beetje eigen, het eten begon ik heerlijk aan te wennen. En op een gegeven moment dacht ik van nou, ik ben een leuke Griekse meid tegen het lijf gelopen tijdens mijn studie hier ook, 3 maanden. En toen dacht ik van nou, waarom maak ik niet gewoon de stap om hier te gaan wonen, als ik me toch zo goed hier voel dus. Ja, ja. En dat was op het moment van de crisis, de economische crisis, dat je daar ging wonen? Ja, ik weet niet of het de slimste beslissing was, maar het was zeker wel een prettige. Wat merkte je daar concreet van destijds? Je ziet wel op de straat, je ziet veel armoede, mensen die het moeilijk hebben. Hoewel, ik moet wel zeggen dat een Griek liever zijn laatste euro uitgeeft aan een goede kop koffie en dan lekker van het leven geniet, dan dat ze, laat maar zeggen, een schuld afbetalen. En ja. Dat klinkt misschien heel raar, maar dan wordt hier nog steeds iets meer van het leven genoten, ondanks dat de crisis is. En ik moet zeggen dat ik er de laatste tijd steeds minder wel van zie. Heel veel ondernemers die wel weer open gaan, heel veel jongeren die toch wel weer willen beginnen. Terwijl een tijd geleden echt heel veel winkels dicht zijn gegaan. Ja, ja, het is alleen de vraag wat de coronacrisis nu weer veroorzaakt. Ja, zeker. Dat weet je ook weer niet natuurlijk. Hè? Ja. Maar ook moet ik zeggen dat daar de Griek, sorry, daar moet ik wel zeggen dat de Griekse staat het wel redelijk goed aanpakt. Hoor. Want die hebben ook, net als Nederland, zijn er allemaal vergoedingen, laten we zeggen, vrijgegeven. En ik zie hier bij mijn eigen vriendin, vrouw al, dat zij krijgt ook een vergoeding direct van de staat. En omdat zij 1,5 maand sowieso thuis moet zitten. Hetzelfde geldt voor de ondernemers. Die krijgen ook allemaal een degelijke vergoeding. In ieder geval om huur en verzekering te kunnen betalen. Ja, ja. Er zijn meerdere crisis in Griekenland. Hè? Want ja, goed, corona, economie. En dan hebben we nog de vluchtelingencrisis. Jij woont in Volos, dat is vlakbij de kust. Merk je daar wat van? Nee, hier vrij weinig eigenlijk. Je moet bedenken dat de kust van Griekenland onwijs lang is. Hè, met alle eilanden. En eigenlijk vooral tegen de Turkse grens boven, bij Evro. Daar is het heel erg pittig. Daar gaan ook de meeste berichtgevingen van naar Nederland. Dan heb je de eilanden Lesbos en ik geloof Kos tegenwoordig ook. En ja, daar merk je hier heel weinig van in Volos. Wij zijn best wel afgelegen. We zitten precies tussen Thessaloniki en Athene in. Dus je ziet hier wel eens een vluchteling, maar dan is het meer omdat ze op doortocht zijn. En ze worden vooral buiten de stad gehouden hier. Dus we hebben hier geen grote kampen, behalve bij Trikala. En dat is hier alsnog een uur vandaan. Dus ja, hier zien we er weinig van. Ik begrijp, jullie hebben daar geen last van, maar wel van iets anders. Namelijk de lucht, die schijnt vuiler te zijn dan in China, in Volos. Ja, Singapore inderdaad, daar was laatst een bericht Singapore, over. Ja. Hoe komt dat? Ja. Nou, de industrie hier die is ook verouderd. Dus en daar zit hier echt net naast de stad. Er zit een hele grote cementfabriek. En op zich zou dat geen probleem moeten geven. Alleen een paar jaar geleden heeft de overheid besloten, onder een bepaalde regering, om die te gaan privatiseren. En dus heeft de Lafarge Groep heeft dat opgekocht. En samen met de Lafarge Groep hebben ze besloten om daar afval te gaan verbranden. Ja. En bijna wel elke vrijdagavond, dan begint het buiten hier echt naar autobanden te stinken. En het komt gewoon over een stad van 180.000 inwoners. En het is echt, de resultaten die schieten hier zo omhoog, dat je eigenlijk gewoon niet, je kan het beter roken soms dan dat je dan buiten gaat lopen hier. Ja, gewoon niet best. Dat is niet best. Nee, het is heel slecht. Jij maakt ook video's op YouTube, begrijp ik. Je hebt een eigen kanaal waarop je video's maakt van je eigen leven. Wat voor video's zien we daarop? Ja, juist eigenlijk om niet te focussen op het slechte van Griekenland altijd. Juist om mijn leven hier in Griekenland te laten zien. Dat doe ik het liefste. Ik heb tegenwoordig een prachtige zoon. Ik heb een prachtige vriendin. Ik woon in een klein huisje, maar ik ben tevreden. Het weer was de afgelopen dagen niet zo goed. Ik bedoel, nu in Nederland is het beter. Maar ja, je stapt hier naar buiten en je hebt zo'n prachtige wereld om je heen eigenlijk. Van over het algemeen hele vriendelijke mensen, geweldig eten. En dat laat ik altijd graag zien in mijn vlogs. Ja, dat is een beetje het verschil tussen Nederland en Griekenland laat ik gewoon graag zien. Want dat is ook waarom je gekozen hebt voor Griekenland uiteindelijk. Ja, zeker. Met je vrouw natuurlijk. Eerste paasdag, zondag, hoe gaan de Grieken dat vieren over het algemeen? Ja. Daar ben ik heel benieuwd naar. Natuurlijk zijn de Grieken zijn heel erg orthodox. En dat wordt dan ook heel erg dat is echt te zien in het dagelijks leven ook wel. Ik bedoel, er staat een kruis, staat er benen in de vlag, een wit kruis. En ik ben bang dat toch wel heel veel mensen gaan kiezen om naar de kerk te gaan. Ondanks dat zelfs alle priesters en
Iedereen heeft afgeraden om dat te doen. Ja. En er zeker bekeuringen worden uitgeschreven. Ja, ik ben bang dat er heel veel mensen toch naar de kerk gaan. Ze hebben wel een andere datum ervoor ingezet. En dat is de grote zaterdag, 26 mei geloof ik. Zo ja, maar dan moet het allemaal wel voorbij zijn in principe. Ja. Hoop ik, ja. Ik wens je heel veel sterkte met alles. Maar bovenal geniet van het leven daar in Volos. En dank voor het gesprek. Oh, dat gaat zeker lukken. Dank je wel. Dag Maarten. Doeg. Doeg. Graag gedaan. Fijne dag nog. Joe. Doeg. Wow, that was weird. Because my Dutch literally sometimes is limited. I felt weird. They were pointing out again the bad things in Greece. But it is nice to be in Greece. There's a lot to say about Greece. But there's also a lot to say about the Netherlands. And the good points of Greece is the reason that I'm here. So yeah, now I'm being called. I guess it's my parents. Yeah. Met je zoon. Thank you.